Welkom bij de vlog, leuk je te kijken. Ik ben met Remco, gisteren PSV, Feyenoord, Jong Cruijffschaal. Wat vond ik ervan? Ik vond een mooie wedstrijd. PSV vond ik de eerste helft goed en de tweede helft vond ik Feyenoord goed. Penalties heb Feyenoord gewonnen. Remco was heel blij. Hij was ook heel zenuwachtig. En verder gaan we het niet over hebben. Je hebt filmpjes en fotootjes, komt ie. Just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got. Still need to work on the connection between all the lines, between defense, midfield, and the attack. In the high pressing, we try to be high. We try to be with the high defense, and of course you need to give a credit also, probably, like, yeah, and of course last year that was the best team in the Dutch league, so definitely tough opponent. They played in the best possible squad. So dat was een vlog van vandaag, vlog van leuk, van door duimpje omhoog. Donderdag ben ik er weer, ben ik alleen, Remco en vakantie met werken. Dan donderdag ben ik weer terug, gaan we een loodje trekken de Eredivisie en KKD, en dan de eerste wedstrijd pakken. Ik ga niet elke wedstrijd dezelfde wedstrijd uitpakken. Dat sowieso gewoon niet. En tot donderdag. Later. Kampioenen!